Doe je mee met Lara, Max en Mika? Kom je spelen met Lara, Max en Mika? Wil je leren met Lara, Max en Mika? Lara, Max en Mika. Hey Lara, waar zijn we? Bij het Corpus Museum. Ja, we zijn bij het Corpus Museum in Oegstgeest in de buurt van Leiden. En we zijn ook lekker naar de zee geweest, hè, de afgelopen dagen. En we hebben nog twee andere museums gedaan, bezocht. En wat gaan we vandaag doen? Wat is het voor museum, Max? We gaan de tocht door het lichaam maken. Ja. Door dit lichaam. Ja, jullie zien hier een poppetje op de achtergrond, hè, een stalen poppetje. En hier zit dus een museum in. En dan ga je dus een reis maken door het lichaam van de mens. Dus we vinden het super leuk en spannend. We hebben er heel veel zin in. En we krijgen eerst volgens mij een rondleiding door dat poppetje. En daarna krijgen we nog een, volgens mij een digitale presentatie van een soort video of zo. Dus dan komen de beelden zo, hè? Gaan we aftellen? Oké, dan gaan we, hè? 3, 2, 1, go! Nou, de rondleiding gaat zo meteen beginnen. We krijgen zo meteen een koptelefoon, hè? Een soort audiotour. En dan kunnen we beluisteren wat er allemaal te zien is in het lichaam van de mens. En we krijgen ook een koptelefoon erbij. Volgens mij zei ik dat net. Nee. Oh ja. Nou, dan gaan we op tour. Doei. Doei. We gaan nu beginnen. En vanaf hier mag ik niet meer filmen. En nu gaan we naar binnen. Dit blijft spannend voor jullie. Dus? Want nu moeten de camera uit. Doei! Nou, we komen net uit de reis van de mens. En we mochten helaas geen filmopnames maken. Is ook eigenlijk logisch. Want anders blijft er geen verrassing over voor jullie. Als jullie naar het museum komen. We willen toch even delen met jullie dat we het super interessant vonden. Max, wat vond jij het leukste? Ik vond het leukste dat de stoelen helemaal begonnen te bewegen en dan kon je naar een soort van film kijken en dan bewegen de stoelen ondertussen. Ja, tussendoor zitten er filmpjes en dan met bewegende stoelen. En dan krijg je ook een bril. Ja, en waar begonnen we? In de? Knie. In de knie zijn we begonnen en dan van daaruit gingen we het hele lichaam door. Lara, wat vond jij het leukste onderdeel? Ik vond eigenlijk alles wel leuk. Ja, het was superleuk. Wat heb je geleerd, Max? Wat heb je echt geleerd? Wat over de bloedcellen. Dat ze eigenlijk helemaal beginnen bij het hart. En dan zitten ze eerst... bij het hart zitten dus twee splitsingen. Aan één kant, dat is de linkerkant. En aan de rechterkant. Ja, vier kamers, hè? Ja. Van de ene boezem naar de andere ging het, hè? En dan en dan gingen ze eerst naar de longen. Hij begint eerst in het eerste vak van de rechterkant. Dan gaat hij door een soort van klepje gaat hij naar de tweede. Ja. En daarna gaat hij door de long helemaal naar in de longen, maar dan gaat hij dus eerst koolstofdioxide afgeven en zuurstof opnemen in de longen. Ja. En dan komt hij terug in het hart. Ja, en dan komt hij terug in het hart. En daar doet hij dan zuurstof een beetje uit of zo. Nee, dan gaat hij vanuit het hart gaat hij naar de lichaamsslagader. En dan gaat hij of naar de nier, of naar de hersenen, of al waar zuurstof nodig is. Dan gaat die rode bloedcel dan naartoe. Hè? En wij gingen naar de knieschijf. Ja, wij zijn naar de knieschijf gestuurd. Dus het is een hele mooie reis. Lara, wat vind jij het interessantste? Ik vond het hart, waar Max ook al een beetje over vertelde, ook wel gaan met die kamers en zo. Ja. Nou, er is nu nog een interactief gedeelte. Ik weet ook niet, ik denk dat we daar ook niet mogen filmen. Maar we hebben wel een vragenlijst gekregen. Ook ontzettend leuk om hier te doen. Lara, had jij nog een leuke vraag voor de quiz voor de kinderen? Ja, ik heb hier een boekje met speurtocht. En ik ga nu even een vraag aan jullie stellen. Welk ding? Nee. Wat is een jongen en wat is een meisje? We hebben niet wat voor ding, hoe heet dat? Een chromosoom. Chromosoom. Wat voor chromosoom is een jongen en een meisje? Is een meisje een XI of, en een jongen een XX? Of is een meisje een XX en een jongen een XI? Dat is voor jullie dat is de vraag. Hey, en waar kunnen ze het antwoord vinden? Dat is een verrassing. Ja, dat is een verrassing. Nou, degene die erachter is, die kan onder deze video reageren. Het antwoord of een jongen een X en een Y heeft, of heeft een jongen een X en een X. Dus wij willen graag het antwoord van jullie weten. Ja. Hey, nou,
We gaan nog even verder op onze reis en dan sluiten we straks deze video af. Ja. Tot zo! Doei. Doei! Nou, Lara en Max zijn een gehoortas aan het doen. Om te kijken hoe goed dat ze kunnen horen. Wat Lara dit ook? Max, hoe kan dit nou? Dat je gewoon niet goed is? Goed, nee, ook niet. Je had jawel, hem... ja? Wat was er? Je moet het ook met een koptelefoon eigenlijk doen, hè? Hè? Ja, zeker. Daarom is het ook lastig. Dan moet je echt met een koptelefoon doen. Kom. We beginnen die goed met eind. Kijk, nu worden het de twee, dus dan wordt het lastiger. En het wordt lastiger en lastiger. Kijk, nu is het nog makkelijk. Max, laat nog even zien hoe een rode bloedcel eruit ziet. Laat maar even zien. Dit is hoe een rode bloedcel. Ja, en wat deed hij? Die deed alle zuurstof bracht hij naar de longen. Ja, nou door het hele lichaam. Ja, hè? Ja. Hij haalt het op in de longen en brengt het door het hele lichaam. En wat is een witte bloedcel? Dat zijn die en die hebben even de virussen op. Dat zie je daar boven. Oh ja, ja. Die ruimen de virussen en bacteriën op. Goed zo. Oké, kom maar verder. Nou, jullie wilden nog wat vertellen over de nieren. Ja. Max, wijs maar even aan. Hier zitten de nieren. Ja, daar zitten de nieren. Zijn er twee, ja? Mm-hmm. En hoe kunnen de kindjes bij zichzelf voelen waar de nieren zitten? Als je je handen zo onder je ribben zet of zo. De handen in je zij, ja. Ja. En dan? En dan doe je met de duimen iets. Duimen omhoog? Ja, omhoog. En dan druk je en dan voel je ze... Dan voel je de nieren, hè? Ja. Oké. Okay. Lara, kun jij de kinderen vertellen wat de nieren doen? Ze zuiveren het bloed. Ja, klopt. En ze regelen ook de bloeddruk. Ja, klopt. De bloeddruk, inderdaad. En maken nieuwe bloed... Ja, nieuwe rode bloedlichaam, dat maken ze aan. Klopt. Maar ze reguleren ook het vocht in het lichaam. Ja. Dus dat doen ze ook nog. Dus de nieren zijn heel erg belangrijk. Dus hebben jullie weer wat weetjes, hè? Ja. Nou, gaan we weer verder. We hebben 640 spieren in ons lichaam. En 15 als je lacht. Nou, dit was het dan weer, hè? Ja. En wat zeggen we dan? Tot de volgende Lara, Max en Mika. Doei! Hey, waar is Mika eigenlijk? Bij opa en oma. Bij opa en oma, ja. Hey, tot de volgende keer. Ja. Doei! Doei.